Ja. Nou, voor mij hoeft het niet. Mijn internet is nou al traag en ik kan het er prima mee doen. Oké. De derde vraag. Stel, het wordt een hele hete zomer. De tweede vraag. Overal wordt een 5G-netwerk uitgerold. Voor die masten, voor die mobieltjes. Sommige mensen zeggen dat het erg schadelijk is. Wat vindt u daarvan? Dat moet je aan deskundigen overlaten. En deskundigen zeggen dat het niet schadelijk is. En zo kun je nog heel veel hoge bomen met elkaar opzetten over dingen die je helemaal niet weet. En wat mij betreft mag de 5G komen. Okay. Maar meen niks uit, want ik heb niet zo'n dure telefoon. Dus het komt dan wel uit? Ik heb nog zo'n goedkoop ding, ik alleen maar te beelden ben. Okay. Verder niet. Ik ben nog maar tot 4 gekomen. Maar als het echt snel werkt, en ik heb er geen probleem mee. Nou, laten ze het maar proberen. Ja, dat vind ik ervan. Veel mensen zeggen de gezondheidsrisico's zijn veel te groot. Ja, ik heb zulke mensen wel eens ontmoet. We hebben vaak veel vage klachten. Maar men is er niet van overtuigd dat dat daar altijd van komt. Ja, ik heb heel veel dingen gehoord over dat het slecht is en heel veel theorieën, maar ik geloof daar niet echt in. Weet je, als zij het in willen zetten, dan doen ze dat. Ik denk niet dat ze daar slechte bedoeling mee hebben of iets. Dus, ja. Ja, snelle internet vind ik altijd goed, dus ja, ik vind het wel goed. Sommige mensen zeggen dat de straling van die masten heel schadelijk is. Hoe kijk jij daar tegenaan? Oh, daar heb ik eigenlijk niet zoveel verstand van en het maakt me ook niet zoveel uit eigenlijk, nee. En wat vind jij van de uitrollen van die 5G-netwerken? Ik vind wel goed dat ze er zich mee bezighouden en steeds meer ontwikkelen. Maar ik hou me niet bezig met de stralingen en hoe dat zit. Geen mening over, want dat heb ik, daar ben ik helemaal niet meer op de hoogte. Ik heb zelf nog een oude telefoon en dat doet allemaal perfect. En daar laat ik het wel bij.